Attila. Hey, Nick. Ja. Hoe is het? Ja, top. Ja? Met jou ook, of niet? Ja, fantastisch. Ja, waar woon jij trouwens? Ik woon tegenwoordig overal ter wereld. Ja. Ik spendeer mijn dagen in L.A., in Spanje, Frankrijk, Turkije. Eigenlijk overal waar ik basketbal, professioneel. Mm-hmm. En daarnaast ben ik van zijn basketbal voor Equality Wear, voor mijn nieuwe fashion line. Dus dat gaat voornamelijk deze dagen naar Los Angeles, de vliegreizen. Ja, en die fashion line is in 2020 in Nederland verkrijgbaar? Ja, precies. Ja, geweldig. Dat is... Ja, zeker. We zijn volop aan het werk om het binnen ketens en winkels te halen. Vooral nu ook binnen Europa. Dat ook mensen gewoon fysiek in winkels kunnen lopen en die quality weer direct kunnen kopen. Dus niet alleen vanuit onze website, maar ook gewoon binnen winkelketens. Dus ik ben er heel erg trots op hoor, op de vooruitgangen en zo. En vooral omdat het in 2018 ben ik het begonnen. Ja. Met heel veel inspiratie. Ook vooral om iets terug te kunnen doen voor goede doelen. Zoals voor directe organisaties waar wij heel goed mee samenwerken. Zoals PETA en Mercy for Animals. Tegelijkertijd de global warming wat nu gaande is en zo. En hoe de natuur zeg maar ook vervuild wordt. En vooral op de oceanen met plastic. Zijn we nou heel equality weer aan het rebranden eigenlijk. Dat voor 2021 willen wij heel equality weer alle kleding gemaakt hebben van recycled plastic bottles. Dat uit de oceaan komt. Dus dat is wel heel mooi. Dat is ook wel echt... Attila, eventjes voor de mensen die niet thuis zijn in die kledingslijn, want je hebt een kledingslijn genoemd, die heb je al genoemd. Die kleding die wordt gemaakt van allerlei afvalproducten die uit de oceaan komen? Ja, binnen een jaar gaan we daarmee beginnen. Wat wij eigenlijk voornamelijk maken is fitnesswear, yogawear en athleisure wear. Dat is eigenlijk zeg maar gewoon de fitness- en yoga-topjes die je ook zeg maar op straat kan dragen. Mm-hmm. Dat zit heel veel polyester in. Dat soort materialen, dat moet heel stretchbaar zijn. Attila, nou is daar meestal ook wel een modeshow van. Ja, en als we dat popul- zeker. Ja, zeker ik heb wel eens ooit iets gezien van mensen die spullen hadden gemaakt. Van zeg maar de afval wat in de oceaan wordt gegooid en van plastic. Er waren meestal kunstobjecten. Maar jij maakte dan kleding van. Wanneer is die modeshow? Nou, we zijn net klaar met Diversity Fashion Week. En we hebben volgend jaar, januari van 2020, gaan wij participeren op de World, World Vision Fashion Show. Ja, precies. Ja, en die wordt in Spanje georganiseerd. In Spanje, inderdaad. Dus dat is wel echt een hele grote fashion show waar echt meer dan 400 modellen te zien zijn op de show. Waar verschillende designers, toch wel top designers wereldwijd naartoe komen. Dat georganiseerd is door Olga. Ze is een Russische vrouw die al jarenlang in Spanje woont. Die heb ik op de Diversity Fashion Week in Amsterdam ontmoet. Doe je dat alleen, die kleding maken? Of heb je een team klaarstaan? Of hoe gaat dat? Ja, we hebben echt een team om ons heen met designers. En waar ik natuurlijk een beetje met inspiratie altijd kom voor nieuwe modellen. Jij zit niet achter de naaimachine of achter met gereedschap te knutselen. Nee, ik zit niet achter de naaimachine te knutselen. Lijkt me wel fantastisch werk om te doen. Maar ik ben meer zeg maar van het van designen van het nieuwe ontwerp. Maar we zijn eigenlijk voortdurend bezig om equality weer op een steeds grotere schaal te laten zien wereldwijd. Dus dat, nou, twee jaar geleden hebben we eens nagedacht over een modeshow op de Franse markt. Dat was een Helmond. Ja, ik zit al gelijk door te denken. Is het mogelijk dat die World Vision Fashion Show eens een keer in Helmond georganiseerd wordt tijdens de Franse markt? Oh, dat zou fantastisch zijn. Ik zeg, laat het even voortstellen aan Olga, de organisator van de World Vision Fashion Show. Ik vind het een fantastisch leuk idee. Ja, wie weet in 2021. Het jaar na de Spaanse modeshow. Ja, ik zat erna de Olympische Spelen te denken. Maar jij zegt dan 2021. Oh, ja. Goed hoor. Ja, we houden het in de peiling, Attila. We gaan het volgen en zodra er iets bekend is, laat het ons weten. Wij gaan in ieder geval die Olga bellen. En eens kijken wat zij ervan vindt, wat jouw bijdrage daarvoor is. Nou, fantastisch. Veel succes. Dankjewel. En ook met het basketballen, hè. Dankjewel, Nick. Yo. Tot ziens. Doei. Hoi, hoi. Dag. Hallo. Hallo, Nick de Groot. And you're Olga? Yes. You know that I'm calling?
Yes. From Shatila, from Grinspan. Shatila told me, yes. Yes, yeah. He told you, eh? So I can ask you something about the World Vision Fashion Show. Okay. You are the organizer. Yes, correct. What can you tell me about the World Fashion Show? Okay, the World Fashion Show is a fashion show to beat Guinness World Record, to two Guinness World Records. Mm-hmm. And this is unique show because it was never done before in history. That's two Guinness World Record in fashion. It mm-hmm. will be in the same show. Yes. Then it's the show, the first record is about the most models in fashion show. Mm-hmm. And second one is most nationalities in fashion show. So then you become... Then you become a famous show, and the first on the, in the Guinness record book. Yes, because that's correct. It will be. We are actually try to write history, you know. Yes, then you make history. Yes. Well, I have another question for you. How did you meet Shatila van Grinspan? Because she's coming from our hometown, Helmond. How did you meet her? Yes, we participated both in Diversity Fashion Week in Amsterdam. And then we talk there, we meet, and we have a good communication. And this is why I invite them to participate in my show when I explain the things. So it's look like interesting for them as well. Mm-hmm. What value does Shatila of her fashion line, at quality wear, bring to your event? I'm always choose first of all the personality connection. It's very important for me to work like with friends. Mm-hmm. This is where we have very good connection with Shatila, with Brenda. And second one, of course, I saw the clothes, and I think that's actually a good quality and important for me. It was like, you know, she's a proactive person, pro-athlete person. So she knows exactly what clothes need to be. This is where it was very interesting to promote this, because it's one professional making the clothes for the people who is doing the sport. This is very, as well for me, it was very interesting. Yes. And third thing is I'm the person who like to help people and to promote the young designers, and actually show is solidarity, charity show. So the money as well go to the charity. So this is where as well I would like to help, and to see if I can promote it, the brand. Yes. Yes, a nice goal. So I talk with a famous designer. It makes some history. Yes, I have two brands as well. I have one is Imaginative Fashion, and second one is Kid Rose. That this is what I brought for Diversity Fashion Week, and these two brands will be on World Vision Fashion Show. Okay, Olga. Yep. Thank you very much. Yep. I wish you all the best. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you.